Ja, goedemorgen en welkom bij de VIZSM van vrijdag 26 juli van het jaar 2024. Dit is de dagelijkse podcast van Voetbal International. We zijn niet alleen elke dag te beluisteren via Spotify, maar ook te zien op YouTube. Mijn naam is Matthijs Vechter en vandaag ga ik het laatste voetbalnieuws bespreken met Ajax Clubwatcher, of moet ik zeggen, analyticus Lentin Godijk. Goedemorgen. Goedemorgen, Matthijs. Ja, want ik doe natuurlijk op de persconferentie van gisteravond, na afloop van de wedstrijd Ajax Vojvodina in de voorronde van de Europa League. Jij stelde een vraag aan Francesco Farioli, de trainer van Ajax, die zojuist zijn debuut achter de rug had, hè, in zijn eerste officiële wedstrijd als trainer van Ajax dan. En hij was nogal onder de indruk van de vraag die hij stelde. Ja, ik denk, ja, daar moeten we natuurlijk mee gaan beginnen. Dat was wel een mooi moment, hè, op die persconferentie. Ja, ja, het was wel een bijzonder moment, ja. Het ging over de situatie bij Soetalo. Daar was ik wel benieuwd naar, omdat hij natuurlijk een moeizaam seizoen achter de rug heeft. We hebben deze week ook iets over geschreven, over zijn situatie. Dat hij nog wel een beetje, ja, hij is natuurlijk pas net, hij is wat later aangesloten, maar dat het voor hem wel een uitdaging wordt om onder deze speelstijl wel een keer te gaan opbloeien, omdat zijn excuses eigenlijk nu wel een beetje weg zijn. En in de eerste helft was er een aantal keer een situatie in de opbouw dat hij een crosspass kon geven, zoals van tevoren afgesproken was. Het was echt een deel van het spelplan, dat Kenneth Taylor dan diep zou gaan en dat hij vanaf rechts de crosspass naar Taylor of naar Forbes zou geven, zodat hij in de ruimte zouden komen. En dat liet hij telkens na eigenlijk, omdat hij het niet aandurfde, dus natuurlijk een risicovolle bal. En nou, de eerste keer zag je bij Taylor al wat teleurstelling met zijn arm in de lucht. En zag je Farioli al zich omdraaien naar zijn assistenten van, jongens, dit hadden we toch besproken. Nou, toen gebeurde het nog 2-3 keer. Waarop uiteindelijk de trainer een beetje stond te stampen langs de zijlijn. Dus ik dacht, ik vraag hem daar eens naar. Maar toen kreeg ik een mooi compliment voor mijn scherpe observatie. Maar onderaan de streep had hij niet mijn vraag beantwoord. Nee, dat wilde hij niet, hè? Want anders zou het een soort wedstrijdbespreking worden. Ja, ja, dus ik denk ook wel een beetje om Soetalo te beschermen. En dat is natuurlijk zijn goed recht, maar het was wel, was wel een grappig moment. Ik vind dat wel mooi trouwens, hoe Farioli daar ook mee omgaat. Hè? Het was natuurlijk ook al een dag voor de wedstrijd, de persconferentie, toen er werd gevraagd naar de verschillen tussen Pasveer en Diandre Amai natuurlijk. Omdat hij toch een redelijk opmerkelijke keuze had gemaakt door te kiezen voor de 40-jarige Pasveer. Daar ging hij op zich ook wel handig mee om. Door te zeggen van ja, het is gewoon niet het moment om daarnaar te vragen. En dan doet hij zijn charmante glimlach erbij. En dan pikt iedereen het gewoon, hè? Ja, dat helpt denk ik wel mee. Hij had het ook wel in Frankrijk die laatste weken, toen natuurlijk de overstap naar Ajax wel heel erg in de lucht hing. Daar is hij heel correct in. Daar wil hij echt geen woord te veel in zeggen. Dus in dat geval over Ajax. In dit geval over Pasveer of over Soetalo. Daar is hij zich heel erg van bewust, dus hij kiest zijn woorden. En inderdaad zet hij dan zo'n glimlach op en dan komt hij er vaak nog wel mee weg. Los van het feit dat natuurlijk de trainer vrij staat om in te gaan op vragen waar hij op wil ingaan. Maar hij is inderdaad op dit moment nog wel een beetje zijn spelers daarin aan het beschermen. Hij heeft uiteindelijk wel wat uitleg gegeven over Pasveer, over die keuze. En het zat hem inderdaad wat meer in het leiderschap en in de persoonlijkheid die hij heeft ten opzichte van Ramai. Ik kan hem toch niet helemaal aan de indruk onttrekken dat het ook wel iets te maken heeft met de marktwaarde van Ramai deze zomer. En Ajax wil natuurlijk graag wat verdienen. Dus ja, dat ontkennen ze bij Ajax, maar ik kan me bijna niet voorstellen dat geen rol speelt. Ja, en laten we dan gelijk maar even inzoomen op de prestatie van Remco Pasveer gisteren. Positief punt is dat Ajax de nul heeft gehouden. Toch viel Pasveer op natuurlijk door een aantal keer balverlies. Hoe heb je naar zijn optreden gekeken, Lentin? Ja, dan merk je gewoon dat een gebrek aan ervaring hem opbreekt, hè? Ja, hij is pak 40, hè? Oh, jongens. Nee, het was een beetje een ongelukkige start voor hem. Zijn eerste twee balcontacten, geloof ik, waren twee passes die hij op zich goed had gezien door de as. Alleen die kwamen allebei niet aan, waardoor het meteen gevaarlijk werd. Het is natuurlijk wel wat Farioli heel nadrukkelijk van zijn ploeg vraagt. Dus lef tonen, dapper zijn in de opbouw. Dus wat Soetalo eigenlijk naliet en waar hij zich ook over opwond, Farioli, dat deed Pasveer wel. En dan neem je op de koop toe dat daar soms een bal bij fout gaat. Dus daar was hij redelijk mild over achteraf de trainer. Maar het is wel ongelukkig als het al de hele week over jou gaat en je wordt in het elftal gezet om rust te brengen en je eerste twee ballen leef je in. Dat was wel voor hem niet heel lekker. Maar daarna heeft hij eigenlijk weinig meer fout gedaan.
Pasveer had in de tweede helft nog een goede redding. Niet een onmogelijke redding, maar gewoon prima op een afstandsschot. En er was nog een grote kans van Vojvodina die zo tegen de paal ging. Dus dat wel achteraf te denken, als die erin was gegaan, dan had je wel een hele andere en vervelende avond gehad als Ajax zijnde. Maar gelukkig voor Pasveer en heel Ajax ging die tegen de paal en ontsnapte ze daar een beetje. Ja, want kun je dan tot de conclusie komen dat Ajax toch wel met de schrik vrij is gekomen gisteravond. Natuurlijk ook pas een late 1-0 door die kopbal van Branko van der Bomen. Hè, die blijkbaar ook gewoon goed kan koppen, hebben we gezien. Ja. Echte spitsengoal, zoals hij het zelf ook zei na afloop. Hè? Ja, mooi hè. Ja, ze hadden van de week op de training getraind met ballen van de zijkant. Toen had hij er eentje binnengeknikt en was iedereen daar stom verbaasd over. En nu deed hij het voor de zekerheid nog maar een keertje. Dus voor hem leuk, maar ja, er zitten wel wat puntjes van zorg aan deze wedstrijd. Sowieso de eerste, 15 minuten, dat het wel heel stroef op gang kwam natuurlijk. Toen was er één momentje van gevaar van Ajax, toen kwamen ze er een beetje doorheen. En de tweede helft inderdaad die hele grote kans voor Vojvodina, die ja, normaal gesproken er wel ingaat. En dan wordt het wel een lastige avond. Maar goed, ik denk uiteindelijk dat Ajax wel echt wel veel gecreëerd heeft. Volgens mij hadden ze 8 schoten op doel voor rust. Dat was al 10 jaar niet meer gebeurd. Ja, als er daar 1 of 2 van binnenvallen, dan is het ook weer anders. Dus ik denk dat ze genoeg gecreëerd hebben om deze wedstrijd te winnen. En dat die goal dan uiteindelijk laat valt, is dan een mooie beloning. Ja, was jij eigenlijk verrast door de opstelling van Farioli? We zagen bijvoorbeeld Rasmus ook in de basis staan. Ik denk dat niet veel mensen die hadden verwacht, hè? Nee, ja, er waren wat vraagtekens. Ik had zelf volgens mij Banel in de verwachte opstelling gezet. Maar daar was hij wat mee aan het roleren in de voorbereiding met die spelers. Ook wel achterin wat met die Zianse Jury Baas. Uiteindelijk de keuze viel op Baas. Ja, Rasmussen heeft een beetje verschillende posities gehad bij Ajax. Soms wat meer als aanvallende middenvelder. Bij jonge Ajax speelde hij ook regelmatig als spits. En nu moet hij echt als rechtsbuiten ook voor diepte zorgen. Individuele actie uitvoeren. Ja, dat ging niet allemaal geweldig, maar wat misschien op tv wel binnen te zien was, en daar kreeg je na wedstrijd ook een compliment over, was dat hij wel verdedigend heel belangrijk was. Dus echt flink meesprinten, met zijn man meelopen, ballen afpakken, meteen druk zetten. En dat was wel, dat viel mij eigenlijk enorm op aan de wedstrijd. De intensiteit waarmee er werd teruggesprint, want dat hebben we natuurlijk vorig jaar vaak genoeg gezien dat niet gebeurde. Ook wel deels door gewoon een gebrek aan fitheid. Maar nu was het echt volle bak terugsprinten met z'n allen. En dan, als het nodig is, ook in de eigen arena, gewoon 5-4-1 rond de eigen 16. Dan maar even de boel helemaal dichtgooien en de nul houden. En dat is in elk geval gelukt. Ja, als we dan zeggen dat Ajax met de schrik is vrijgekomen, is dat niet heel gek natuurlijk. Wat konden we nou eigenlijk van Ajax verwachten en hebben we dat ook gezien? En hoeveel perspectief zit er dan toch nog wel in deze ploeg om het beter te krijgen? Want ja, wat is eigenlijk een eerlijk sentiment wat je kan overhouden als Ajax-supporter bijvoorbeeld na deze wedstrijd? Ja, dat het de eerste wedstrijd is, dat is denk ik toch wel een beetje een saaie, maar wel een belangrijke nuance. Ik weet niet of jij Feyenoord FC Drita nog kan herinneren. Zeker weten, ja. Aan het spot. Ja. Dus ja, misschien moeten we ook niet verwachten dat een trainer bij de allereerste wedstrijd meteen al zijn principes tot in perfectie ziet uitgevoerd worden. Toch, ja, van het eerste kwartier verwacht je dat, maar dat dan in elk geval nog wel loopt. Dus dat vond ik nog wel even wat tegenvallen. Maar was denk ik ook een beetje spanning. Maar ja, er is nog niet zo heel veel veranderd natuurlijk in de selectie. Dus je kunt misschien ook moeilijk verwachten dat er ineens alles wel briljant loopt. Bij fases echt wel goede dingen gezien waar Farioli ook tevreden over was. Sommige principes zijn echt wel heel duidelijk. Met name dan in het verdedigen. En bij sommige momenten van opbouw zag het er ook wel redelijk uit. Maar het zal nog even duren voordat het echt als een machine gaat lopen. Ik denk dat het tot dan toe ook gewoon belangrijk is om de boel in elk geval achterin dicht te houden. Mm-hmm. Ten opzichte van vorig jaar, waar je zo ongelooflijk veel tegengoals kreeg. Dat als je er eentje scoorde, dat het eigenlijk nooit genoeg was om een wedstrijd te winnen. Nou, dat is dan nu de winst van deze pot. Een fijne uitgangspositie voor volgende week. Maar ja, dat moet veel beter. En het is denk ik ook hartstikke logisch. En dat realiseert iedereen bij Ajax ook. Dus benieuwd als er wat spelers terugkeren. Maandag zijn Brian Brobbey en Bergwijn weer terug. Traoré sluiten aan. Of dat dan helpt om een beetje wat makkelijker te voetballen. En ik kan me voorstellen dat in Servië bijvoorbeeld ook Berghuis zal starten. En merkte hij ook wel toen hij erin kwam dat je ook wat makkelijker in de laatste fase van het veld aan kansen komt. En gewoon wat soepeler voetbalt.
Ja, als je dan één ding zou noemen van ja, dit mist het Ajax van dit moment. Ja, dit mist Ajax, zeg maar. Wat zou je dan zeggen? Nou, individuele kwaliteit, denk ik. Als we kijken naar deze ploeg, als je dat gaat vergelijken met Feyenoord en PSV. Als je echt om de titel wil gaan strijden, dan mis je daar nog wel wat. En dat, nou ja, omdat de spelers missen, is dat ook wel logisch. En ik denk uiteindelijk, ja, je wil echt van achteruit opbouwen en op die manier aan kansen komen. Nou, dat is bij fases ook niet zo heel erg goed gelukt. Maar Ajax wil tenminste derde worden, zei Alex Groes. Nou, dat zou toch wel moeten lukken met nog wat gerichte versterkingen de komende maand. En ja, de ondergrens is voor mijn gevoel gewoon omhoog gegaan. Dat is een verschil. Dus er is meer duidelijkheid, er is meer structuur. En uiteindelijk zul je ook ja, meer kansen moeten gaan creëren en vooral effectiever met die kansen moeten omgaan. Dus dat is nog wel ook een verbeterpuntje, ja. Ja. Hey, dan gaan we naar de meest gelezen berichten op VI.nl en VI Pro. Die gaan eigenlijk allemaal over Ajax. Hebben we dus ook voor een groot deel al behandeld. De analyse van Pieter Zwart gisteravond is het meest gelezen op VI Pro. Mensen kunnen vooral dat gaan lezen en bekijken hoe dat allemaal in elkaar zit. Het ging over de backs inderdaad, ja. Dus als je wil weten hoe dat allemaal zit, ga vooral naar VI Pro toe. Je hebt ook nog een mooi stuk geschreven met 5 conclusies die kunnen worden getrokken. Hè. Kun je een heel klein tipje van de sluier opgeven? Ja, ik moet zeggen dat ik net al wat tipjes heb opgelicht. Maar even denken, het gaat ook onder meer over de rol van Kenneth Taylor op het middenveld. Kijk. Die eigenlijk de afgelopen jaren, of misschien het afgelopen jaar, wel een klein beetje is getransformeerd. En hoe die ook eigenlijk steeds belangrijker is geworden zonder bal. Kijk, dat is een aardige teaser. In ieder geval voor dat stuk. Ga het vooral lezen. Hey, sluiten wij af met de andere Nederlandse club die gisteravond natuurlijk in actie kwam in Europa. In de voorronde van de Conference League. Go Ahead Eagles thuis tegen SK Bran. 0-0 werd het in de Adelaarshorst. Was je verrast door die uitslag? Ja, eigenlijk wel. Sowieso knap dat ze, ja, dat ze niet verloren hebben. We hadden natuurlijk gisteren uitgebreid vooruitgeblikt, ook met Pieter. En ja, even de situatie geschetst. Sander Jansen, onze collega, heeft dat ook uitgebreid gedaan, uiteraard. En ja, je bent je trainer kwijtgeraakt. Je bent een aantal belangrijke spelers kwijtgeraakt. Dan heb je ook nog veel blessures. Als je dan toch zo knap overeind blijft tegen een ploeg die midden in het seizoen zit en dus fysiek ook veel fitter is. Dat vond ik wel leuk om te zien. En was die ene kans van, volgens mij was het Tankstedt. Dat was al echt zonde. Ja, dat is dan net zo'n moment waarop je misschien over een week misschien nog wel aan terugdenkt. Van ja, potverdikkie, als we die nou hadden gemaakt. Ja, dat soort momenten moet je eigenlijk grijpen. Hè? Maar goed, ze leven nog helemaal. Ja. Alles is open. En je gaat nu wel met een lekker gevoel naar Noorwegen. Dat wordt wel echt een krakertje daar. Dus wel ja, echt chapeau voor Go Ahead Eagles. En heel benieuwd naar volgende week. En volgens mij gaat Sander het zo helemaal verder uitlichten. Hè? Zeker weten. Je hebt de naam genoemd hè, van onze Go Ahead Eagles watcher Sander Jansen. Straks om 10:00 live op het YouTube-kanaal van Voetbal International VI. Rondje Europa met Pieter Zwart en ook presentator Kaloen van Uithozen. Wordt er natuurlijk uitgebreid teruggeblikt op de wedstrijd van Ajax. En natuurlijk die van Go Ahead Eagles. Dan ga jij nog even wat slaap pakken, want het was een kort nachtje natuurlijk. Kan je het helemaal zien? Valt mee. Nee, het was een kort nachtje, ja. Maar dat is helemaal niet erg, hoor. Nee, zeker weten. Oké, Lent, en dan wil ik jou bedanken voor nu en dan zeggen we tot ZSM. Tot ZSM.